Oké, okay. uh, Julian, uh, de kiesraad heeft je genomineerd. Uh, je hebt 28 dagen bedenktijd. Uh, er zijn er nu twee van om. Uh, hoe gaat het? Nee, het gaat heel goed. Het klopt inderdaad dat ik uh, benaderd ben om uh, de opvolger te worden van Ghadishe uh, Ariep, om haar zetel in te nemen. En ik heb er heel goed over nagedacht en ik ga het doen. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. Tegelijkertijd vind ik het ook ontzettend jammer dat ik uh, Groningen achter mij ga laten. Jij was uh, een van de uh, uh, mede-vormgevers van, uh, van de huidige coalitie. Toen de coalitie zichzelf presenteerde, zeiden jullie met z'n allen... wij gaan Den Haag een poepje laten ruiken. Ja. Wij zullen ze laten zien hoe het moet. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Nou, Ik neem precies dat eigenlijk mee naar Den Haag. Ik heb me hier mogen inzetten hè, voor bestaanszekerheid. Ik ben ontzettend trots op het feit dat schoonmakers in gemeentelijke dienst komen met meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Ik ben trots op bijvoorbeeld zo'n initiatiefvoorstel voor meer betaalbare woningen. Waarmee we echt publieke regie pakken en ervoor zorgen dat mensen weer betaalbaar kunnen wonen in Groningen. Ja, en dat soort concrete voorstellen waarbij je dus als overheid een stapje naar voren zet en inzet op bestaanszekerheid. Ja, in Groningen laten we zien dat het kan. En dat neem ik dus ook mee naar Den Haag en hoop ik ook. Ook in Den Haag met zulke soort voorstellen te kunnen komen? Als je kijkt naar Den Haag, uh, Katja Ariep, uh, we hebben uh, uh, Gijs van Dijk, nu uh, de, het gedoe rond de voorzitter, voorzitter Vera Bergkamp. Ik heb wel eens een Groninger burgemeester horen zeggen. Nou, de Tweede Kamer is geen vriendenclub. Nee, kijk, ik uh, vind wat er uh, rondom. Uh, nou ja, Arif is gebeurd of Gijs van Dijk, dat vind ik natuurlijk ook heel jammer. En natuurlijk had ik dat liever ook anders gezien. Tegelijkertijd uh, ga ik nu gewoon ben ik nieuw, weet ik niet precies wat er is gebeurd en ga ik ook gewoon een beetje onbevangen en met heel veel plezier naar Den Haag. En de mensen die ik er ken, hè, Nijboer, Gronings Kamerlid of Kati Piri of ook Adje Kuiken, dat zijn ontzettend leuke mensen waarmee ik denk echt heel fijn samen te gaan werken. Dus ik kijk er gewoon ook heel erg naar uit om in Den Haag aan de slag te gaan. Je, je bent jong, 25 jaar. Uh, als fractievoorzitter was je al een van de jongste fractievoorzitters, misschien wel de jongste fractievoorzitter ja. ooit in de gemeenteraad van Groningen. Nu ben je een relatief heel jong kamerlid. Ja. Is dat nou een kwaliteit of is dat nou een zwakte? Um, nou, ik zie het niet zozeer als kwaliteit of zwakte in je leeftijd. Ik denk dat het erom gaat dat je gewoon uh, hard je best doet en dat je levert. Hè, we zitten in Groningen met 45 mensen in de gemeenteraad. En ik vind het uh, ontzettend eervol om in de gemeenteraad te zitten. Maar ik vind het ook een verantwoordelijkheid. Ik vind dat ieder van die 45 raadsleden gewoon moet leveren. Concrete resultaten boeken. Niet zozeer voor jezelf, maar wel voor je stad. Voor de mensen die het nodig hebben. En dat geldt ook voor de mensen in Den Haag. Dan zit je met 150 mensen in de Kamer. Vertegenwoordig je Nederland en Nederlanders. En ik vind dat je verplicht bent om dan gewoon goede resultaten te boeken. Dus daar ga ik ontzettend hard mijn best voor doen. En ik hoop dat wat gelukt is in Groningen, dat het ook gaat lukken in Den Haag. Om om echt nou ja, voorstellen te doen die bijdragen aan het uh, vergroten van bestaanszekerheid van mensen. Als je kijkt naar de Partij van de Arbeid, de Partij van de Arbeid heeft meegedaan aan Rutte II. Daar heeft de uh, Partij voor de, van de Arbeid behoorlijk op zijn sodomiethe gekregen van de kiezer toen uh, de verkiezingen waren. Die sociaal-democratische principes, hoe, hoe goed zijn die bij jou verankerd? Nou, het klopt natuurlijk dat we echt enorm zijn uh, teruggegaan in het aantal zetels. Dus dat mensen niet meer automatisch met de Partij van de Arbeid stemmen. En tegelijkertijd. Uh ben ik ook wel optimistisch. Want als je nu naar het huidige tijdsbestek kijkt, hè, mensen zijn onzeker over hun bestaan, het is moeilijk om een betaalbare woning te vinden, werken loont te weinig. Eigenlijk klassieke onderwerpen waarvoor de sociaaldemocratie eigenlijk zou moeten opkomen. Dus ik denk dat de tijdgeest best wel rijp is voor een sterke sociaaldemocratie. En ik denk ook als het lukt om als Partij van de Arbeid concrete voorstellen te doen, waar mensen echt wat aan hebben, dat het best wel gaat lukken om weer een beetje die sociaaldemocratie te laten herleven, net als in andere landen in Europa. Dus die sociaal-democratische principes, die omarm jij? Ja, zeker. Ja, dat is een van de redenen waarom ik bij de Partij van de Arbeid zit. Is ook omdat ik bijvoorbeeld vind dat in een rijk land als Nederland... het eigenlijk onverteerbaar is dat er meer dan een miljoen mensen in armoede leven. Ook hier in Groningen. Hè? daar groeien één op de vijf kinderen op in armoede. Als je op scholen komt, dan staat er soms een man met ontbijt... omdat ze thuis geen geld hebben om een ontbijtje te kopen voor die kinderen. En ik vind dat echt onverteerbaar. En tegelijkertijd... Denk ik dat het eerlijker kan. En ik zit niet alleen bij de Partij van de Arbeid omdat wij staan voor een eerlijkere samenleving. maar ook omdat we altijd concrete voorstellen daartoe doen. Het gewoon ietsjes beter maken vandaag voor morgen. Je bent natuurlijk nu al lang in contact met de fractie. en er wordt natuurlijk over van alles gepraat. Wat gaat je portefeuille worden? Ik weet nog niet welk onderwerp ik mij uh, mee bezig mag gaan houden. maar wat ik wel weet. is dat ik uh, gewoon mij mee bezig hou. of inzet. in ieder geval natuurlijk voor Groningen. En voor Groningers. Ik vind het echt een grof schandaal wat de mensen hier in het gaswinningsgebied is aangedaan. Dus ik wil mij ook blijven inzetten samen met bijvoorbeeld Henk Nijboer. om ervoor te zorgen dat er eindelijk recht gedaan wordt aan Groningers. Ik wil mij in blijven zetten voor heel Noord-Nederland. omdat dat toch af en toe uh, hard nodig is als je kijkt naar waar gelden vanuit het kabinet naartoe gaan. dan wordt het Noorden soms echt vergeten. En ik wil me blijven inzetten voor wat ik nu eigenlijk ook al doe in Groningen: bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Gisteren kwam er een plan naar buiten over de infrastructuur. Ja, en het is weer waar hoor. Groningen krijgt weer relatief gezien heel erg weinig geld. Dat Randstaddenken, dat staat nog heel erg over. Ja, klopt. Je zag dat hè, de stad Groningen, de gemeente Groningen, dat kreeg, die kreeg nog wel wat gelden, maar eigenlijk hieromheen, de provincie Drenthe, Friesland, het viel ontzettend tegen. Het was echt. Bizar weinig wat wij aan gelden vanuit Den Haag kregen voor infrastructuur. En dat staat natuurlijk niet op zichzelf. Dat zie je vaker: dat het noorden of de regio's buiten de randstad vergeten worden. En ik vind het echt belangrijk dat er daarom ook mensen vanuit de regio in Den Haag zitten, die opkomen voor de, uh, van de randen van Nederland. En dus ook wat verder kijken dan alleen de randstad. Dus uh, daar zal ik me echt keihard voor blijven inzetten ook. Als je kijkt, hè, dat, gaat, uh, dat gaat over infrastructuur. Dat gaat over kunst. Dat gaat over bouwen. Dat gaat ja. over milieu. Dat gaat overal over. De, Zeker. De, de periferie krijgt gewoon minder. Klopt. En weet je wat mij echt raakt? Is dat. Um, een tijdje terug kwam er een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat de meest kansarme gemeenten van Nederland. die liggen eigenlijk bijna allemaal in Noord-Nederland. Hier word je niet zo snel van een dubbeltje een kwartje. En dat raakt me dus. Ik vind echt dat er een aanvalsplan kansengelijkheid moet komen. juist ook voor Noord-Nederland. Ja, je laat Groningen achter. Dat is best wel een probleem eigenlijk. Als je kijkt naar de fractie, het is een redelijk onervaren fractie. Hoe gaat dat verder? Ja, ik heb echt lang getwijfeld of ik deze stap naar Den Haag zou moeten maken. Juist omdat ik het ontzettend naar mijn zin heb in Groningen. Ik vind de mensen ontzettend leuk. Ik heb ontzettend veel plezier hier in het politieke werk. Um, dus er is helemaal geen reden om hier weg te willen. Eigenlijk wil ik hier nog wel blijven. En tegelijkertijd heb ik ook het idee dat wat ik hier in Groningen doe, me inzet voor bestaanszekerheid, voor kansengelijkheid, dat het een hele mooie kans is om dat ook nu vanuit Den Haag te gaan doen. En ik denk dat de fractie zich hier uh, prima gaat redden ook. Wie gaat jou opvolgen als fractievoorzitter? Uh, wie mij gaat opvolgen hier in Groningen, dat uh, gaat de fractie volgende week uh, beslissen. En dan zullen ze het ook heel kort daarna naar buiten brengen. Heb je zelf een voorkeur? Nou, ik denk dat er best wel wat goede mensen in de fractie zitten die mij echt zouden kunnen opvolgen. Dus uh, ik ga er zo meteen niet meer over. Het uh, is echt aan de fractie zo meteen als ik weg ben. En ik heb er wel echt alle vertrouwen in dat wie mij ook opvolgt, dat dat helemaal goed gaat komen. Uh, wat ik al zei, de fractie is een relatief uh, onervaren fractie. Uh, dus, er zit weinig geheugen in. En dat geldt trouwens voor meer personen Zeker. in de gemeenteraad. Is dat Zeker. niet een probleem? Nou, je ziet dat het een hele nieuwe gemeenteraad is in Groningen. Tegelijkertijd is het ook een nieuwe coalitie met mensen die bijvoorbeeld nog nooit eerder in een coalitie hebben gezeten. Dus op voorhand zou je best kunnen zeggen dat het een spannend experiment is of het zou slagen. Deze nieuwe coalitie met veel nieuwe mensen. En ik denk dat we nu een tijdje onderweg zijn en dat we zien dat het goed gaat. Uh, dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat de mooie plannen waar ik aan mee heb mogen schrijven tijdens de coalitieonderhandelingen, dat deze coalitie die ook echt kan gaan realiseren. Als je nou terugkijkt op je Groningse periode, vijf jaar, één jaar raadslid, vier jaar fractievoorzitter, wat is het beste wat je gedaan hebt voor Groningen? Oeh. Um... Nou, ik, zei, ik ben best wel trots op het feit dat er uh, na echt jaren strijd um, een doorbraak is gerealiseerd met zowel coalitie- als oppositiepartijen om schoonmakers weer in gemeentelijke dienst te nemen. Niet alleen omdat ze er dan op vooruit gaan in loon- en arbeidsvoorwaarden. Maar ook omdat het voor mij symbool staat voor waardering van cruciaal werk. Dus daar ben ik uh, denk ik het meest trots op. Dat gaat over privatiseren. Het huidige kabinet is wereldkampioen privatiseren. Dat moet anders. Ja, dat moet anders. We zien eigenlijk dat dat niet heeft gewerkt. Hè? Als je de markt vrij spel geeft, of het nou in de zorg is of op de woningmarkt, het werkt gewoon niet. Dus het is weer nodig dat de overheid meer regie pakt. En dat ze publieke regie pakken bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. En dan gaat het over de woningmarkt die beteugeld moet worden. Dan gaat het over de zorg. Um, op dat soort terreinen vind ik echt dat er een kentering nodig is. En dat kan ook. We hebben in Groningen laten zien dat het kan. Dus dat neem ik ook mee naar Den Haag. Uh, over een jaar of tweeënhalf, iets meer, uh, hebben we opnieuw uh, Tweede Kamerverkiezingen. Hoe ga jij dan terugblikken op jouw periode als Kamerlid? Nou, weet je, ik heb, uh, ik heb er gewoon nu ontzettend veel zin in. Ergens uh, laat ik met pijn in mijn hart Groningen achter en tegelijkertijd ga ik nu iets nieuws aan wat ik ontzettend leuk vind. Um, en ik hoop gewoon dat ik, net als in Groningen, wat resultaten daar mag boeken. En dat het me gaat lukken om het nou ja, elke dag een beetje beter te maken voor morgen. Met die insteek ga ik nu naar Den Haag. Heel veel mensen kijken naar de politiek als van: oh ja, die man heeft weer een mooi baantje geritseld voor zichzelf. Wat zeg je tegen zo iemand? Nou, ik probeer altijd met mensen in gesprek te gaan om te zeggen van, goh, wat kan ik voor jou betekenen als je vindt dat ik in Den Haag het waar moet maken? Want inderdaad, ik heb een prachtige baan als je in Den Haag zit. Maar ik zit er niet voor mezelf. Ik zit er om het beter te maken in het dagelijks leven van mensen met wie het nu niet goed gaat. Dus dan probeer ik mijn oor te luisteren te leggen en te horen hoe ik kan helpen. Waar zie je het meeste tegenop? Um, Groningen achterlaten. Ik uh, blijf hier natuurlijk wonen. Maar door de week zal ik Groningen wel moeten missen. En dat uh, ga ik ook echt wel missen, omdat ik het hier heel leuk vind om over de markt te lopen, door de stad te lopen. Je kent de mensen hier. Het is hier een, ja, een grote stad en toch heel gemoedelijk. En dat, uh, dat ga ik denk ik wel missen. Dat Groningen of dat de Tweede Kamer een slangenkuil is, dat, uh, daar zie je niet tegenop. Nou, weet je, ik herken dat beeld natuurlijk wel een beetje tegelijkertijd. Um, probeer ik ook wel aan te geven dat de mensen die ik ken die daar zitten, dat zijn hele leuke mensen. En het gros van de mensen die daar zitten, van ook andere partijen, zijn volgens mij mensen die. Uh, Recht door zee zijn, gewoon het beter willen maken voor Nederland en die hard werken. Dat zijn volgens mij het gros van de mensen die in Den Haag zitten. Dus ik zou ook wel een beetje willen proberen om dat beeld van een slangenkel te kenteren. Je moet niet naïef zijn, maar de andere kant is ook dat er gewoon heel veel mensen zitten die gewoon goed hun werk willen doen. En dat dat volgens mij ook door het gros van de Nederlanders, van de mensen in Den Haag verwacht wordt. Er zijn natuurlijk, je hebt belangstelling en, en als, als raadslid heb je dat ook laten zien, die portefeuille. Ja. Wat, wat zijn je ambities? Nou, eigenlijk zijn er twee dingen die ik als eerste zou willen veranderen. Het eerste is uh, dat ik vind dat het in Nederland echt eerlijker kan. En dat is heel klassiek door bijvoorbeeld de lasten op werk te verlichten en op kapitaal te verhogen. Werken moet lonen, winsten moeten belast worden. Ik vind dat als Partij van de Arbeid dat klassieke punt echt over het voetlicht moeten brengen en daar ook resultaten op moeten boeken. Dat is één. En het tweede is dat ik gewoon vind dat dat idiote minimum jeugdloon moet worden afgeschaft. En dat iedereen vanaf 18 jaar gewoon voorwaardig betaald moet worden. En wat mij betreft dan ook gewoon 14 euro. Dan is er nog iets anders, de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Uh, de Forum voor Democratie die gooit de ene naar de andere mededeling uh, de, de Tweede Kamer in. Hoe ga je daarmee om? Um, Kunnen we op jou rekenen als iemand die lik op stuk gaat geven? Ja, ik vind daar, uh, laat ik zeggen, twee dingen daarover. Eén. Uh, ik vind als sociaaldemocraat dat je altijd moet opstaan voor de democratische rechtsstaat. En die staat onder druk. Zowel in Europa als in Nederland. Dus daar moet je altijd voor opstaan, dat is één. En het tweede, wat ik meeneem, is ook een beetje chronische nuchterheid en de chronische omgangsvormen in de politiek. Hard op de inhoud en zacht op de relatie. Ja, maar dat werkt dus niet helemaal tot nu toe. Als je het hebt over de bijvoorbeeld Forum voor Democratie of de PVV. Nee, daarom moet je daar gewoon ook uh, soms een grens trekken en zeggen van tot hier en niet verder. Ik vind dat we daarin misschien wel te lang naïef zijn geweest en mensen hun gang hebben laten gaan die gewoon soms echt soms fascistische dingen zeggen of echt zagen aan de stoelpoten van de democratische rechtsstaat. Dat kan niet. Want het grootste goed dat we in Nederland hebben is die democratische rechtsstaat. Het feit dat verschillende mensen in de politiek van mening kunnen verschillen en dat je een inhoudelijk debat kan hebben. Daarvoor sterven mensen ergens anders op de wereld dat dat mogelijk is. En wij hebben dat in Nederland en daar moeten we heel erg zuinig op zijn. Hoe kijk je daar tegenaan? De fusie tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks over twee jaar. Nou, wat je ziet in Groningen is dat wij heel goed samenwerken als Partij van de Arbeid met GroenLinks, maar ook met de SP en de Partij voor de Dieren. Dus wat je ziet is dat als je met je linkse bondgenoten samenwerkt, je ook wat voor elkaar kan krijgen. En zo sta ik er ook in in Den Haag. We moeten gewoon met onze linkse bondgenoten samenwerken, want dan kun je wat voor elkaar krijgen. De Groningse coalitie is voor Den Haag, moet voor Den Haag een voorbeeld zijn. Exact, gewoon samenwerken op links om concrete resultaten te boeken. Niet voor jezelf, maar voor de mensen die het nodig hebben. Vertel eens even, als we dan over twee jaar die verkiezingen hebben, is het zover? Nou, ik denk dat het dan zover moet zijn dat we hebben laten zien dat als je samenwerkt op links, je wat voor elkaar kan krijgen. Zodat mensen ook het gevoel hebben: als ik op links stem, dan krijg ik ook er wat voor terug. Namelijk goede linkse voorstellen die het ook gaan halen. Is het nou samenwerken of zijn het nou, is het één lijst? Samenwerken met al onze linkse bondgenoten.